Ik zit hier in het Droombaanhotel van Huub van Swieten hier in Amsterdam. En ik zit hier met twee hele bijzondere, ik zou zeggen mannen, maar ik noem het bazen. En waarom? Gisteren zijn deze twee personen, samen met een andere groep, zijn ze teruggekomen uit Tanzania. Ze hebben de Kilimanjaro hebben ze beklommen in 31 uur en 25 minuten. Wat een snelheidsrecord is voor een groep die de berg heeft beklommen. Gaan we daar meer over vertellen. Een poosje geleden is Damian, en die zit in onze mastermind, is hij naar Polen geweest om daar een week te volgen van een of andere Iceman. Hij heet Wim Hof. En hij heeft daar een hele bijzondere week heeft hij ervaren en kwam terug met mega inzichten. Hij wist onze hele groep, onze hele mastermind groep, wist hij te boeien over de dingen die hij daar heeft geleerd en heeft ervaren. En een van de dingen die hij daar als doel heeft gesteld, is om de Kilimanjaro te gaan beklimmen. Nou, voor veel mensen is het beklimmen van de Kilimanjaro al een enorme opgave. Heel veel mensen zouden het wel willen, maar zouden het nooit doen of mogelijk nooit durven. En misschien zelfs wel niet kunnen. En daar zullen een aantal mensen, één persoon hier sowieso daarmee oneens zijn. Twee personen denk ik sowieso. Gaan we het zo meteen ook over hebben. Dus dat is wel een enorme opgave. Om dat in 31 uur en 25 minuten te doen, dat is een ongelofelijke prestatie geweest. Nou, gisteren zijn Wim en Damian en de rest van de groep zijn teruggekomen naar Nederland. En ik heb veel contact gehad met Damian tijdens zijn reis op de Kilimanjaro of gedurende de reis naar de Kilimanjaro. En we leefden enorm met hem mee. En ik had contact met hem op het moment dat hij net terug was net de berg had verlaten. En ik voelde aan alles van shit, ik moet gewoon echt met Damian dit vastleggen op video. Dus mijn idee hiervoor was om met Damian, of via audio of video, om het vast te leggen. Ik wilde alle verhalen horen van Damian, maar ik wilde het nog niet horen, omdat ik het wilde vastleggen. Ik weet dat heel veel mensen hier heel veel waarde uit kunnen halen. En toen kwam Damian met het briljante idee om Wim hier ook voor uit te nodigen. Dus we zitten hier nu in Amsterdam, in het Droombaanhotel, samen met Damian en samen met Wim. Van harte welkom natuurlijk en bedankt voor jullie komst. Dankjewel. Ik ben eigenlijk heel benieuwd, en ik begin bij jou Damian, van kun je kort, laat ik het zo zeggen, kun je kort vertellen wie je bent en wat je doet? En dan zal ik het zo meteen ook bij Wim doen en dan gaan we echt het verhaal in. Ja, ik ben Damian Beenakker, sinds 6 jaar internetondernemer. Daarin veel gekeken naar jou. En in 6 jaar tijd is mijn leven eigenlijk totaal niet meer zoals het 6 jaar geleden was. De business is van de grond gekomen. Maar daarnaast ben ik ook in staat om dat soort hele gave dingen te doen, zoals de Kilimanjaro beklimmen en mooie mensen te ontmoeten. Ja. Waarvan dit interview echt geweldig is. Ja. En daar ben ik heel dankbaar voor en op dat spoor wil ik door blijven zetten. Wat ik heel mooi vind aan jou is dat jij er volgens mij een enorme kick uit krijgt om grote uitdagingen aan te gaan. En niet alleen doe je dat in je persoonlijke leven, dus nu bijvoorbeeld de Kilimanjaro, maar ook in je business. Dat je dingen doet die andere ondernemers nooit zouden doen. En ik denk ook als ik kijk naar inspirerende en mooie ondernemers, dat jij zeker daarbij hoort. Dus dat is echt super. Thanks. En Wim, je wordt natuurlijk genoemd de Iceman en je hebt ongelofelijke dingen gedaan. Als iemand jou niet kent bijvoorbeeld, je bent op een feestje of je bent ergens en ze hebben geen idee wie jij bent en ze vragen aan jou van ja, wat doe je nou precies? Wat zeg je dan? Nou ja, ik ga niet zoveel naar feestjes, maar voor mij is een feestje bijvoorbeeld het beklimmen van de Kilimanjaro. Ja. Of dan zit ik onder het ijs of aan één vinger op 1,5 kilometer te hangen. Ik doe allerlei extremen. Voor mij is dat een soort thuiskomen in mezelf. Leven is een uitdaging, zeg ik dan. Mm-hmm. En dan staan ze, waar heeft hij het over? We zitten hier toch gewoon op een party of zo. Mm-hmm. Ik zeg ja, maar je kan het ook interessant maken met elkaar, toch? Mm-hmm. En dat interessante, die diepere lagen, die wil ik altijd ontdekken. Mm-hmm. En dan begin ik gewoon. Met een zijsprong begin ik. En dan totaal onorthodox kom ik dan over. Maar 5 minuten later zitten we allebei in een verdiepende werkelijkheid. Ja. En dat wordt dan gevoeld. En gestaafd door allerlei uitdagingen die ik gedaan heb. En ja, die naar zingeving toe leiden. Dus als ze aan jou vragen wie ben je, dan komt er nooit een standaard antwoord uit? Nee. En ik ben zeer goed in het beantwoorden van vragen die niets met de vraag te maken hebben. Mm-hmm. Dat gaan we vandaag ervaren. Maar ze zijn best wel fascinerend. Ja, precies. Zo is het leven toch? Ja, absoluut. Mooi.
Damian, kun je uitleggen, we gaan zo meteen van wat de reis voor je heeft betekend, wat de lessen zijn geweest tijdens dat je die reis, tijdens die berg hebt beklommen. Maar kun je kort vertellen van oké, hoe was het en waarom heb je besloten om het überhaupt te gaan doen? Want ik neem aan dat veel mensen om je heen ook dachten, ja, die kerel is gek geworden. Ja. Inclusief mezelf. Ik heb me best wel zorgen gemaakt ook van gaat het wel goed komen? Nou, jullie waren met een groep van 19 man, geloof ik. Ja. Dus ik denk dat per saldo honderden mensen zich deze week of afgelopen week zorgen hebben gemaakt. Ja, komt dit wel goed? Veel mensen die natuurlijk ook sceptisch waren en daar zullen we misschien zo meteen ook wel kort over hebben. Maar kun je uitleggen van waarom je het hebt gedaan en wat het voor jou heeft betekend? Nou, zoiets begint natuurlijk niet van de ene dag op de andere dag. Dat is een proces. En dat proces dat is eigenlijk, nu terugkijkend, is dat ongeveer 8 maanden geleden ingezet. Ik was op dat moment aan het surfen op het internet, zoals je dat wel eens vaker in een avond doet. En daarin was ik op zoek naar meer fitheid, een energieker gevoel. Maar ook eigenlijk een diepere connectie met mezelf kunnen maken. Van hoe zit dat nou eigenlijk? En toen kwam ik Wim Hof tegen. En ik zag van, hé, dat is de Iceman. En die man die heeft allemaal extreme dingen gedaan. Maar eigenlijk zag ik er al heel snel uit dat het niet was. Wim was niet alleen de Iceman en de man die extreme dingen deed. Maar Wim is ook een persoon die die doelen, het fitter worden, het dichter bij jezelf staan, energieker zijn, die doelen ondersteunt met een methode waarvan ik dat op dat moment nog nooit van had gehoord. De Wim Hof method. Het beestje moest een naam hebben, zoals jij dat altijd mooi zegt. En dat fascineerde me eigenlijk wel. Op een of andere manier voelde ik aan Wim van, hey, dit is de waarheid die hij vertelt. En het stukje practice what you preach, dus doen wat je zegt. Dat vind ik altijd heel erg belangrijk voordat ik een methode instap. Want methodes die zijn er genoeg. Maar dat oergevoel van wat ik bij Wim kreeg van, hey, die man die weet waar dit over heeft. Bovendien doet hij het zelf nog iedere dag. Ja. Dat was voor mij de beslissende factor om uiteindelijk dat te blijven volgen. En dat was in Polen? Nee, dat was nog voor Polen. Daarvoor was ik naar de Pyreneeën geweest. Oh ja. Een week met Wim. Ik zag die reis online komen en zonder daarbij na te denken heb ik die op dat moment geboekt. En dat was eigenlijk de beste beslissing die ik ooit heb kunnen maken. Mm-hmm. Die week die heeft me ontzettend veel inzicht gegeven. Die week stond eigenlijk volledig in het teken van angst, geloof ik. Ja. Van wat zijn angsten, hoe ga je met angsten om en hoe kun je eigenlijk zorgen dat je de angsten die je hebt, dat je die gaat omarmen in plaats van ze ontwijken. En zo is dat eigenlijk blijven rollen en toen kwam die Polenreis en in het leuke was, in de Pyreneeën zei Wim van, die stond op een gegeven moment op en die zei 6-7-8. En 6-7-8, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Maar dan bedoelde hij de hoogtepunten van de pieken mee qua kilometers, dus 6 Kilimanjaro, 7. Ojos del Salado in de Cho'oyu. Ja. Dat is dus 6000 meter, 7000 meter, 8000 meter. Ja. Oftewel Afrika, Zuid-Amerika, Azië. Ja, en ja, ik ben natuurlijk ondernemershart en op dat moment sprong daar gewoon een vonk over van wauw, dit zijn pas doelen die iemand stelt. Mm-hmm. En Wim zei toen van, wie doet er mee? En toen stak ik mijn hand op van ja, ik ben erbij, want die commitment die voelde ik inmiddels wel. Had je hem toen al een keer gedaan? Ik heb ze al gedaan. Maar ook al met een groep? De hoogtes heb ik al gedaan. Maar ook met een groep? Nog niet met een groep. Nee, precies. Dus jij was, oké, duidelijk. Ja. Dus daar voelde ik me eigenlijk geroepen om dat te gaan doen. En, wat ik mooi vind, dus ik onderbreek je even. Ja. Voor mij een tijdje geleden, een half jaar geleden, toen gaf je ook aan van, of misschien is al een jaar geleden. Ja. Oké, ik heb de commitment gemaakt aankomend jaar om op heel veel dingen ja te zeggen. Ja. Dat klopt toch of niet? Ja, niet helemaal, maar het is heel makkelijk om nee te zeggen. En eigenlijk is het leuker juist. De leuke dingen gebeuren op het moment dat je ja zegt tegen dingen. Ja. En toen 6, 7, 8, en dan dacht ik, ja, dat roept iemand maar. Want je bent zo gewend dat iemand dingen roept en dat daar geen opvolging aan komt. Ja. Maar bij Wim heb ik inmiddels gewerkt dat alles dat hij roept, ja, dat gaat hij ook gewoon echt doen. En dus die doelstelling, toen die Kilimanjaro eigenlijk vrij kwam nadat ik in Polen ben geweest. Polen ben ik geweest toen met Tony. Mm-hmm. En dat was ook een superweek, weer superveel geleerd, superveel inzichten gehad en superveel gedaan, want dat is eigenlijk ook de essentie van met Wim werken.
Toen die Kilimanjaro klim en toen ik me had opgegeven, had ik me ook nog eens opgegeven samen met mijn vriendin, zonder dat ze het wist. En toen die tickets waren geboekt, toen sloeg er eigenlijk pas een gevoel van me in mijn buik van wow, wat ga ik doen? Dus dat is eigenlijk de achtergrond van de Kilimanjaro klim. Mooi, mooi. En wat was voor jou de reden om het te gaan doen met een groep? Je had dat zelf al gedaan, maar waarom besloot je van ja, dit moet gewoon met anderen gedaan worden? Kijk, een van mijn uitspraken is dat wat ik kan, dat kan iedereen. Mm-hmm. 25 jaar geleden riep ik al dat het autonome zenuwstelsel in relatie tot het immuunsysteem wel degelijk te beïnvloeden was. Tot dan, en eigenlijk tot voor kort, werd beweerd wetenschappelijk dat niet mogelijk was. Mm-hmm. Nou, als je het autonome zenuwstelsel in relatie tot het immuunsysteem wel kan beïnvloeden, ja, dat betekent dat een enorme gevolgen voor de mensheid en voor het denken. En wist je dat toen omdat je dat dacht of omdat je dat deed? Uit ervaring heb ik dat gewoon eigen gemaakt. Hmm. En uit ervaring heb ik dingen geleerd die ik niet in een boek zag, terugzag. Hmm. Dus ik riep dat en ik schreef daar een boek over. En toen dacht je dat je gek was geworden? En ja, nou ja, ik heb een lading spot, hoon en cynisme wel over me heen gehad, hoor. Ja. Maar ik heb altijd wel daarin geloofd. Afgelopen mei is het dus bewaarheid geworden in de vorm van wetenschappelijk bewijs. Mm-hmm. En daarmee hebben we de hoogste tijdschriften, de medische tijdschriften gehaald, Nature en PNAS. En ze gaan nu de medische leerboeken zijn ze aan het veranderen vanuit Boston. Ik heb pas geleden een interview over gehad, het is aan het gebeuren. Dus ik geloofde dat en dat vertrouwen daarin. Ondanks een hele hoop spot en hoon. Dat is toch vast blijven houden. En de aanhouder heeft gewonnen. Ja. Ja. Is aan het winnen. Is aan het winnen. Ja, precies. Ja. Het is totdat de kennis echt bij de mens komt. Ja. En ja, nogmaals, ik heb het niet uit boeken. Ik heb het uit de natuur gehaald. Mm-hmm. En de natuur is hard, maar wel eerlijk. Ja. Zodra dat dan bij je komt en dan begin je het te beseffen en je ziet het niet terug in de boeken. En dan ga je net zo lang door totdat je in de boeken komt. En dat is nu aan het gebeuren. En dan gaat alles veranderen. Ja. Want als we een meter hoger lopen, dan zie je totaal anders. Mm-hmm. Alles op een andere manier. En dat vernieuwende, daar zijn wij mee bezig. En waarvan we denken, en weten eigenlijk nu al. En heel veel professoren en doktoren beamen dat nu ook al. Ze zien de consequenties van alle bloedwaardes enzovoorts. Dat de mensheid op een hoger plan gaat brengen. Hm, mooi. Ja. En ik ga toch mijn best doen om wel proberen antwoorden eruit te krijgen op basis van de vragen die ik stel. Ja. Dus wat was voor jou de reden om de Kilimanjaro met een groep te gaan doen? En dus, mijn uitspraak, wat ik kan, kan iedereen. Ja. Dat werd bewaarheid eerst in een comparatieve studie. Mm-hmm. Met mensen die dan een week meegingen naar Polen bijvoorbeeld. Ja. En dan zonder ervaring in de koude, 4 dagen later, bij -10 in een korte broek aan de voet van een berg staan. Doktoren erbij in kleding met mutsen en sjaals en handschoenen. Ter begeleiding controle, allemaal protocol. Maar met die jongens die ik dan 4 dagen had getraind, die waren bij machten bij -10 te beginnen. En bij -27 op de top van de berg, na uren in die kou, gradueel lager wordende temperatuur, bovenop de berg. In de Harlem Shake zitten te dansen. Ja. En die doktoren, die hadden het koud in hun kleding. Ja. Daarmee lieten we zien wat een innerlijke kracht een mens eigenlijk heeft als die ontwaakt. Toen wist ik zeker, jongens, deze jongens, die gaan over 4 volgende dagen, gaan zij in een ziekenhuis geïnjecteerd worden met een bacterie. Normaal gesproken ben je daar 5 tot 8 uur ziek van. Maar deze jongens, 100% scoren, hadden de bacterie binnen een kwartier allemaal onder controle. Wat wij hebben aangetoond is dus die diepere natuur, die diepere kracht. Nou, toen ik dat zag, toen zat ik al in een golf van, ja, maar wat ik kan, kan ik, kunnen anderen ook. Maar je moet het ze wel leren. Hmm. En dus daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Met niet alleen de Pyreneeënreizen, want dat zijn ook grensverleggende activiteiten. Want onze angst die houdt ons tegen, ook in het ondernemen. Maar de grootste onderneming in het leven is het leven zelf. Mm-hmm.
En als je daar je door angst laat regeren, ja, dan rij je met de handrem op, als het ware. Dat is niet lekker, maar het is ook niet bevorderlijk om tot je doel te komen. Mm-hmm. En wij zijn gemaakt om tot onze doelen te komen. Welke zijn? Geluk, kracht en gezondheid. Die kunnen wij ons eigen maken. Ja, daarvoor ben ik begonnen met mensen, met groepen. Grensverleggende activiteiten ten aanzien van de psyche. Dus angst, blokkades, inhibities, remmingen en dergelijke. En daarna de kou. De kou is daar spreek je over fysiologische blokkades. Binnen 4 dagen bij machten te zijn, een halemshake, na uren in intense koude te kunnen gaan doen. Ja, dat verklaart de diepte die ontwaakt en die zo groot is dat een bacterie geen schijn van kans heeft. Nou, dat is enorm. Ja. En zo gaat de wereld steeds verder. En toen opperde ik vorig jaar, maar in 3 dagen kunnen we de Kilimanjaro beklimmen in korte broek. Ja. Nou, een groep van 26 mensen. De jongste 22, de oudste 65. Mensen met hartconditie, reuma, zware reuma, MS, ziekte van Crohn, astma, ik weet niet, van allerlei ziektes zaten erin. Maar allemaal één ding die ze gemeen hadden. Jong en oud, ziek en gezond, man en vrouw. Allemaal pure motivatie om het te gaan doen. Mm-hmm. En die motivatie heb ik gebruikt. En binnen 4 maanden had ik daar een topploeg. Die ervoor zorgde dat de experts die het vernamen via de media. Maar dat is niet mogelijk. En er zitten grenzen aan de fysiologie van de mens. Er gaan doden vallen. Wij willen onze naam en faam niet verbinden met deze expeditie. In 3 dagen zouden we het doen. Nee, we hebben het toen in 2 dagen gedaan. Ja. En iedereen heeft de top gehaald. Ja. En men is getransformeerd, want de transformatie heeft ervoor gezorgd dat de diepte in hun eigen vermogen aanwezig is. Geopend, zichtbaar, gemeten op een verschrikkelijke berg als je die te snel zou doen. Mm-hmm. Maar te snel is iets anders dan leren om te gaan met dat diepere vermogen. Wat ervoor zorgt dat je door al die limieten die zomaar gesteld zijn, dan wel in de wetenschap, dan wel in onze denkbeelden. En daarvoor hebben we toen binnen 2 dagen dat neergezet. En toen zag ik al, maar we zouden volgend jaar, we kunnen eigenlijk ook nog doorgaan. Maar omdat dat denkbeeld niet aangenomen was daar in die expeditie, heb ik dat hernieuwd opengebroken. En dat hebben we nu dus laten zien met 19 mensen in onderneming om te laten zien dat het niet in 48 uur kan, maar ook 36 uur. Mm-hmm. Nou, het is ook geen 36 uur geworden, het is 31 uur 25 minuten geworden naar de top van de Afrikaanse hoogste berg. 5685 meter tot in met de krater daar. En dat is een absoluut snelheidsrecord. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat wij daarmee laten zien dat een autonoom geregeld proces van rode bloedlichaampjes aanmaakt, die in relatie staat direct met het immuunsysteem, middels ademhalingstechnieken en focus, jou zo diep brengen dat jij daar absoluut invloed op kan uitoefenen. En als we die technieken dan gewoon eens verplaatsen naar mensen die ziek liggen in een ziekenhuis, mm-hmm. Dan kunnen ze veel sneller genezen. Preventie ten aanzien van zich, want het heeft allemaal per direct weer te maken met beïnvloeding van datgene waar ziekte ontstaat, is het ontnemen van datgene wat die ziekte veroorzaakt. Mm-hmm. Dat zit in het DNA. Dus dat hebben we weer laten zien. En nu komt nog een stap verder. Ik heb nu ook contact met Kilimanjaro Christian Medical Center, met one of the top minds, dus professor Kibiki. En die gaat het nu opnemen en dan ga ik terug over een paar maanden en dan leid ik 30 Tanzanianen op binnen 2 dagen. Die leer je de Wim Hof methode? Yes. Ja. En daarmee naar boven, eerst bloedafname, mm-hmm. En dan naar boven, de spiegel van de berg, die zorgt dat je dieper in de fysiologie moet, tegen wil en dank, door schade en schande, hoe dan ook. Mm-hmm. Maar die methodiek die zorgt ervoor dat je gewoon gelijke tred kan houden met de diepgang van de fysiologie die gevergd. Ja. Je komt terug, je laat bloed weer afnemen en dan kunnen ze vergelijkende studies doen met de resultaten die in dat bloed aanwezig zijn. En daarmee hebben ze een natuurlijke methodiek in heel Afrika. Ja.
universitair kunnen ze een vergelijking maken met andere studies die alles te maken hebben met ontsteking, inflammation. Mm-hmm. Nou, inflammation is bijna alles daar in Afrika. Zo help je de mensen. Ja, mooi. Je bent echt een man met een missie. Yes, sir. Ja. En voor zover ik kan zien en heb gehoord ook, is dat ook iets wat jou gewoon elke dag gewoon drijft, zeg maar, om daar gewoon constant gas te geven. En, ja, er is geen limiet daaraan. Hè? Volgens mij ben je daar ook onvermoeibaar in. Ja, helaas wel. Ja, nou ja, ik weet niet of dat helemaal... Zo noem ik dat altijd. Ja. Je moet niet alles te serieus gaan nemen, maar wel volle kracht vooruit. Ja, maar als ik naar jou kijk, dan denk ik, aan de ene kant heb je echt bulten met energie. Dus je wil echt, en dat doe je ook echt, je bent echt bergen aan het verzetten. Aan de andere kant heb je het ook in je om heel veel rust tot je te nemen, zeg maar. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Van hoe doe je dat? Wat is daarin jouw geheim? Want ik ken heel veel ondernemers die dat onrustige gevoel in zich hebben en constant gas willen geven. En heel veel moeite hebben om die rust tot zichzelf te krijgen. Dus heb je daar, daar ideeën over? Ja, zo het bijna spiritueel ondernemerschap. Kijk, wij zijn gewoon gemaakt om geluk, kracht en gezondheid. Dat is onze kern. En de aard van de geest is rust en creativiteit. En dat vind je in de juiste ondernemer. Mm-hmm. Het juiste ondernemen is ook spiritueel. Want het pakt jouw spirit. Mm-hmm. En jouw spirit die heeft een bepaald gevoel. En als dat beklemd wordt, dan spreek je van een soort bewustzijnsvernauwdheid. En dan, hoe meer je tegen remmingen aanzet, hoe meer energie dat gaat kosten. En dan moet je er weer doorheen. Ja. Nogmaals, die handrem die moet er vanaf. Ja. Dus door de angst heen heb je een dieper vermogen. Als je dat weet aan te boren in jezelf, zit daar puur activiteit is rust, hè? Is natuurkunde. Ja. Als je een wiel draait, dan zie je niks meer. Maar als je er iets in gooit, trap je eruit. Ja. Kijk, als je remmingen in jezelf hebt en je wilt toch dat wiel gaan draaien, dat is niet alleen vermoeiend, het is gewoon destructief. Wat is bij jou een verschil geweest sinds je met de Wim Hof methode bent gaan werken? En we hebben het over die energie en over die rust, zeg maar. Ja, ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou, ik noem het zelf, ik heb hem ook opgeschreven weer naar de Kilimanjaro. Voluit of languit. Ja, precies. En op het moment dat je niet iets hebt voor jezelf, dat je iets voluit kan doen, ja, dan moet je daar eigenlijk al niet aan gaan beginnen. Want dan weet je, gaandeweg ga ik hier een blokkade oplopen. Maar het is ook heerlijk om na een dag echt in het rood te gaan, om het zomaar te noemen. Dus dat je echt, op de Kilimanjaro ga je heel zwaar in het rood. Maar na een dag hard werken, dan heb ik een gevoel van, er is wat gebeurd. Er zijn dingen voor elkaar gekregen. Je bent voluit gegaan, dus je kunt nu even lang uit. Dan ga je lang uit. Ja. Misschien doe je dat nog niet eens echt. Ga je gewoon pitten, maar je hoofd is leeg. Omdat je gewoon hebt gedaan wat je hebt willen doen. Ik had het laatste gesprek met een groepje ondernemers en daar was de case van oké, het is bij mij altijd, was één kerel die had een case en dus zijn case was, het is bij mij altijd hollen of stilstaan. En hij wilde ook heel graag daar een bepaalde balans in vinden. En in zijn mind was het ook hollen of stilstaan, terwijl ik zie het als bergen verzetten en relaxen. En voor jou is het dan voluit of languit. Ja. Want hoe zie jij dat? Hoe relax jij? Hoe ontspan jij? Ik vind dat helemaal niet zo inspannend, zo'n bergen verzetten. Want ik zit alweer vol met energie. Precies. Ja. Want ook daarbij, als je kijkt naar Kilimanjaro was gedaan, check. Ja. Is daar alweer iets nieuws ontstaan van oké, dit is de next big thing? Nou voor mij dus de terugkomst daar, om dat exponentieel te laten groeien in bewustzijn. Mm-hmm. Want dat is mijn ultimate goal. En het bewustzijn te brengen via de top minds in Afrika, daar heb ik nu samenwerking mee. Mm-hmm. Die begrijpen wat ik bedoel. Mm-hmm. Die zien die berg, dat is gewoon een fysieke hoedanigheid waardoor je dieper die fysiologie in moet. En als je dat aantoont in het bloed, dat betekent, later kunnen wij daar vergelijkingen met andere studies maken. Dat betekent dat we al die rare ziektes gewoon kunnen tackelen. Nou, dat is voor mij een enorme Mount Everest. Veel hoger. En veel beter. Ja? Uiteindelijk hebben we met bewustzijn te maken. En hoe elke echte, succesvolle, grote ondernemer, die is gewoon spiritueel bezig. Mm-hmm.
Die is gewoon bezig met zijn eigen bewustzijn, uplifting. Mm-hmm. En daar zit geen blokkade of remming. Dat drijft zich vanzelf. Dus ik denk, zolang je in de aard van de geest gaat ontwikkelen, kun je ondernemen, dan is het, komt het ten goede van de mensen. Ja, mooi. Ja. Nou, ik denk dat ik het van jou wel weet, dus ik parkeer bij jou de vraag nog even. Maar wat was voor jou, als je kijkt naar Kilimanjaro, kun je een moment herinneren waarvan je denkt, oké, dit was magisch? Ja, het is top de top te halen uit een groep mensen. Als dat je overkomt, ja, dan weet je, ik weet nu dat we het niet alleen weer voor elkaar hebben. Ik heb mijn hebben en houden eigenlijk in de schoot gelegd van 19 andere mensen. En die hebben dat met eer en geweten, hebben ze daar gehandeld, gedragen en volbracht. Er is een missie weer verder. En het is weer een missie closer, zeg maar een stap closer naar de uiteindelijke verwoording van mijn missie. Want iedereen heeft een, zeg maar, een persoonlijke missie. Uiteindelijk een diepe, diepe spirituele rust daarbinnen. Mm-hmm. En dat heeft met beide benen op de grond. En dat is volbracht. Is dat magisch? Ja, op een gegeven moment liep alles gewoon achter elkaar. Taak, taak, taak. Dan is het geen toeval meer. It's out of your hands, but you caused it. And you see it happening. Bam, 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 bam. Ik heb nogmaals de KCMC, die wilt helemaal meedoen. Dat betekent eigenlijk de ingang tot heel Afrika. En als we daar mensen die geen geld hebben en zoiets qua bewustzijn kunnen doen, laten veranderen met grotere gevolgen. Ja, dan pak je eigenlijk niet alleen Tanzania, maar vanuit een universiteit, alle universiteiten van heel Afrika, al die problemen waarbij met ontwikkelingssamenwerking, gezondheidsministerie, weet ik wat allemaal, waar we altijd zo moeilijk over doen. Nee, je moet ze inderdaad die hengel geven en die hebben we. Ja. En dit, is dat magisch, plotseling heb je hem in je hand. Ja, ja, ja. En dat besef je dan, je ziet hem niet, hij is er helemaal, hij is er wel. Ja. Ja. Als ik kijk naar jou, dus ik wil het ene wil ik gewoon even parkeren, als je weet waar ik het over heb. Ja, ja. Maar wat zijn voor jou momenten geweest op de berg waarvan je denkt van dit is magisch? En we gaan zo meteen over de zware momenten hebben, want die zul je ongetwijfeld gehad hebben. Ja, ja. Maar wat zijn momenten voor jou geweest waarvan je denkt van nou, dit is gewoon echt... Nou, de absolute magie, die zat er voor mij op de momenten juist dat je het echt heel erg zwaar had. En om je heen aan het kijken was van, hey, hoe reageren mijn groepsgenoten op deze omstandigheden? Want jullie liepen allemaal samen? Ja. Okay. Vanaf minuut 1 hadden we gezegd tegen elkaar, hey, we gaan dit samen doen. En we blijven bij elkaar als één groep. En iedereen voelde zich daar ook goed bij. Wim die had er nog een verhaal over van, als groepsdynamiek gaat ontstaan, dan krijg je nog eens een extra kracht die ingezet wordt. En zo heb ik dat als persoon ook heel erg ervaren. Want ik keek om me heen. En dan zag je Corinne, dat was een vrouw, die zat echt in het rood, die zat echt op haar tandvlees. En toen ik haar zo zag strijden, dan denk ik, gast, je bent nog lang nog niet zo hard aan het strijden als dat zij aan het doen bent. Dus ga gewoon door. En op het moment dat ik weer doorging, ik ben zelf altijd ook een persoon die graag andere mensen een klop op de schouder geeft. Gaf ik ook weer twee jongens klop op de schouder, dus die gingen ook weer verder. En op een gegeven moment... We waren bijna boven en toen schreeuwde Wim naar de groep, of hij zei het misschien tegen mij alleen, dat weet ik niet, maar hij zei, elke meter die we nu nog zetten, elke stap die we nu zetten, is er één gewonnen. En op dat moment, dan ga je echt elke stap, één voor één, ga je als een overwinning ervaren. En dan ga je het niet zien van, hey, misschien red ik die top wel helemaal niet, maar dan ga je zien van, al die stapjes die ik nu gezet heb, dat zijn al overwinningen. En op de top, toen zag ik Wim eigenlijk lang uit liggen. Die zat daar en nog een paar andere gasten zaten daar ook. En die zei van, ja, dit is ook de eerste keer dat ik kan genieten van een wereldrecord. In plaats van dat ik alleen maar aan het doorgaan ben. Ja, en dat zijn zo van die momenten, die blijven je echt voor eeuwig bij. Ja, wauw. Super. Ja, super. Ja. Wat is de grootste misvatting die mensen hebben over Wim? De grootste misvatting die mensen hebben over Wim is dat die alleen maar op records gericht is en dat hij onverantwoorde dingen doet. Tijdens die hele trip van de Kilimanjaro heb ik geen moment gedacht van ik ben onverantwoorde dingen aan het doen. Of Wim is mensen van de groep
onverantwoorde dingen aan het laten doen. Mm-hmm. Een van de dingen die Wim altijd zegt is, het gaat om controle. En die controle die je in jezelf voelt, ja, die geeft het antwoord van, hey, kan ik nog verder? Dan ga je bij jezelf tunen, zoals je dat kan noemen. En dan zeg je, ja, die controle die is er op dit moment nog. En dan ga je verder. Want voel jij je lichaam meer dan bijvoorbeeld een jaar geleden? Ja, ja, ja. Tijdens de berg is dat echt ongelooflijk geweest. Hoe je je lichaam kunt tunen en hoe je je geest kunt tunen om weer in de pas te blijven lopen, zeg maar. Mm-hmm. Op momenten dat je het echt gewoon heel erg zwaar hebt. Ik had last van een knieblessure en die begon best wel te zeuren. Maar ik dacht van, hey, die knie functioneert gewoon nog. Die pijn die voel ik wel een beetje, maar je hoeft daar niet de hele tijd mee bezig te zijn. Nou, hetzelfde geldt voor allerlei kwaaltjes die je na zo'n lange afstand lopen gaat voelen. En ik denk dat alle deelnemers dat ook hadden. En de deelnemers die dat misschien iets minder hadden, die dachten dat we met onverantwoorde dingen bezig waren. Dus de buitenwereld die heeft die controle misschien ook niet. Dus die denkt van, hey, dat is onverantwoord wat die groep aan het doen is. Dus dat is misverstand nummer 1. Misverstand nummer 2, de records. Dat we het in een hele snelle tijd wilden gaan doen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een record. Maar het record, zo zie ik dat net als met ondernemerschap, is hetzelfde als een omzet die je haalt. Het is maar een nummer. Ja. En daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat Wim om, hey, we laten de wereld zien van, we zijn met iets anders bezig. En die controle die wij hebben ervaren en die we gevoeld hebben, dat is het gevolg. Nee, het record is het gevolg van die controle en niet andersom. Mm-hmm. Dus die twee misvattingen die hoor je toch iedere keer weer als Wim, als het over Wim gaat of over de Iceman gaat. Mm-hmm. Wat heeft Wim voor jou betekend, persoonlijk? Wim heeft voor mij persoonlijk heel veel betekend. In die zin van, dat is op zoveel componenten. De paar belangrijkste componenten zijn erbij is het vermogen in jezelf. Ga daar naar luisteren. Het vermogen in jezelf is niet alleen wat je fysiek kan. Fysiek is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel. Ik weet nog goed, in Polen, toen lagen daar twee halters van 12 kilo. Of 10 kilo per stuk. Nee, wat was het? 10 kilo per stuk. 10 kilo per stuk. En Wim die zegt, hey, ga met die halters aan de slag. Dus ik met die halters 1, 2, 3, nou, uiteindelijk 30. En hij zei die zo van, eind van de week doe je er 200. En ik dacht, gast, dat is bijna een vervijfvoudiging van het resultaat wat je daar op dat moment aan het doen bent. Maar nou, oké, weet je wel, het zal wel. Ik ga gewoon er tegenaan deze week en eind van de week zie ik hoe ver ik kom. Eind van de week pak ik diezelfde halters en ik haal 150. Mm. En ik denk, dat vermogen dat had ik zelf nooit in mezelf geschat, dat aanwezig was. Mm-hmm. Dat is dan iets fysieks en dat is heel makkelijk meetbaar. En kun je, want dit is fantastisch natuurlijk, dat je daar in de heat of the moment, onder de begeleiding van Wim, dingen kunt doen die je zelf nooit kunt doen. Ja. Of nooit hebt gedacht dat je die kon doen. Ja. Maar kijk eens naar back to reality. Je bent terug in Amsterdam, je woont in Amsterdam, je hebt je business, je hebt de vriendin, familie, vrienden, al die dingen. Ja. Wat heeft het voor je betekend in het normale leven? Kun je daar een voorbeeld van noemen? De fysieke uitdaging, dat je gaat tunen met je lichaam, dat is ontzettend belangrijk. Dus je merkt wanneer je bijvoorbeeld even een fysieke uitdaging nodig hebt. Of je merkt dat je het vandaag lekker vindt om gas te geven. Ja, ja. Dus je bent veel dichter bij jezelf. Ja. Maar een ander ding waar ik Wim heel erg dankbaar voor ben en wat echt heel groot is gewoon die geest openstellen en je mind openstellen en echt groter daarin denken ook. Ja. Wat Wim die staat op 's ochtends en die slaat op de tafel 6, 7, 8 en dan denk ik ja dat is nog een of 6, 7, 8 verwijst weer naar die bergtoppen. En dan denk ik hoe vaak zie je nou om je heen mensen die echt zo hard zo'n heldere grote doelstelling neerzetten. Ja. En de hele omgeving daaromheen kreeg een kick daarvan. Ja. Dus toen dacht ik bij mezelf, ja, wat is er mis mee om dat soort hele grote doelstellingen gewoon heel bold, zeg maar, neer te zetten voor jezelf. Ja, dat zijn fantastische dingen. Ja. We hadden het natuurlijk voor de uitzending, of uitzending, voor de video hadden we het er al over dat
dat zijn een x-aantal mensen die grootse dingen doen, zeg maar, in het leven. En die dagen zichzelf niet een beetje uit. Nee, die doen aan extreme uitdagingen. En daar ben je natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Mm. Als ik een beetje inschat, wat ik bij jou ook zie, is dat je bent heel gevoelig. Dus je voelt heel snel en heel makkelijk. Je bent ook echt in tune met je life. Maar je bent ook super sterk. En kun je daar iets over vertellen dat de wereld en de tijd waarin we nu leven, is dat, ik noem wat hoor, dat er bijvoorbeeld van mannen niet wordt verwacht dat ze huilen, of dat ze zich niet al te gevoelig opstellen, of dat soort dingen. Kun je daar iets over zeggen? Nou, wij huilden allemaal daarboven op die job, hoor. Ja, precies. Het lag er al, hè. De emotie lag daar al helemaal aan de oppervlakte te grabbel. En die ruppels die kwamen er nog bij. Ja. Dat viel allemaal als een hemelwater uit je ogen. Gevoeligheid, ja, het is juist de gevoeligheid. Een echte man die durft te huilen. Mm-hmm. Een echte man die durft voor zijn idealen verder te gaan dan zijn angst. En zijn belemmeringen en zijn gedachten die hem altijd tegenhouden in een soort kooi. Dat is een echte man. Mm-hmm. En dat heeft niet zozeer iets te maken met macho-achtige toestanden van imponeergedrag. We zijn geen gorilla's met elkaar of zo. Alhoewel, soms is dat misschien ook een beetje. Wie kan het verste plassen? Huh? Maar het gaat erom dat je bij je gevoel bent. Mm-hmm. En zolang je je gevoel niet kan voelen, wat ben je dan? Mm-hmm. Dus hetzelfde geldt in ondernemen. Laat je niet tegenhouden. Leven is een onderneming. Alles is eigenlijk één. En zolang jij je eigen gevoel kan uiten, heb je geen grens. Ken je geen grens. En dan is het inderdaad dat je 's ochtends opstaat. Bom! Verdomme, ik ga dat lichaam helemaal uitdagen in mijn geest. 6.000, 7.000, 8.000. En dat doe ik niet alleen. Ik leg mijn vertrouwen ook nog eens in een groep mensen die helemaal geen bergsportervaring hebben. Maar die wel gemotiveerd zijn. Wie gaat er mee? Kom, leven is een avontuur. En er is verder eigenlijk helemaal geen... Ik noem het wel eens zo, ik ben niet bang om dood te gaan, ik ben bang om niet te leven. Mm. En zodra je dat de hele tijd met denkbeelden, maar dat zou gevaarlijk kunnen zijn, en dan ga ik dood, en dat gaat niet. Ja, dan heb je geen pioniergedrag, dan kom je ook niet verder. Dat is hetzelfde in de economie, die moet altijd, gaat die weer verder. Mm. Exploreert, onderneemt, en in dat ondernemen, daar zit een groter vermogen in onszelf. En als we daar contact mee hebben, en dat is simpelweg een gevoel van vrijheid, dat jij bepaalt in jouw gevoel, jouw eigen gevoel. En als je dat hebt, dan ben je een kerel. Dat is wel mooi. Ik heb nog nooit zo nagedacht over het woord ondernemen. Ja. Maar je geeft ook fysiek aan van ondernemen. En dat is een mooie. Nog één ding wat ik graag wil, waar ik benieuwd naar ben, want als ik... Weet je, jij komt hier binnen, je gaat zitten, je begint te zingen, je doet gekke dingen. Er zijn natuurlijk best wel wat mensen die kritisch zijn naar Wim Hof of de Wim Hof methode. Als ik het zo zie, dan... Je bent een man met een missie. Dus daar laat je niet door uit het veld slaan. Maar als ik het ook zo een beetje bekijk, en ik weet niet of het altijd zo is geweest. Misschien kun jij er iets over zeggen, hoor. Maar het lijkt er ook op alsof je een beetje scheid hebt wat mensen van je denken. Dat je niet uitmaakt, je vertelde... Dat je op het vliegveld aankwam en dat jullie gewoon... Je pakt de gitaar en je begint te zingen, jouw vader gaat meezingen. Weer een magisch moment, zeg maar. Ja, ja, ja. De meeste mensen die zouden die magische momenten niet ervaren. Omdat ze denken van ja, je gaat niet op Schiphol, ga je niet ineens met een gitaar een liedje zingen. Dat is niet iets wat... Het is een klein ding, maar het is ook weer een groot ding, zeg maar. Mm-hmm. En daardoor creëer je volgens mij heel veel mooie momenten. Heb je dat altijd gehad? Heb je altijd zoiets gehad van het maakt me niet uit wat mensen van me denken? Of is dat iets wat is ontwikkeld? Ja, ik stond altijd achter mijn geloof en overtuiging dat wij inderdaad gemaakt zijn om verlicht te worden. Hmm. Verlicht betekent gewoon geen zwaarmoedigheid. Hmm. Verlicht zijn. Hmm. Gewoon het gevoel, het leven is veel te mooi. Ja. Maar ook nog eens veel te kort om dat niet te gaan doen. Nee. Dus ja, ik uitte me altijd. Dan wel met de gitaar, dan ging ik, als ik weer op mijn blote voeten naar mijn school ging om de kinderen op te halen. En iedereen heeft dan schoenen aan en een hulp kleren. En ik doe handstandjes in mijn t-shirt en mijn korte broek. En dan kom ik zo op school, midden in de winter.
Ja, mijn kinderen zeiden zelfs, ja, doe even normaal, papa, doe normaal. Ja. Maar ja, ik bleef dat toch gewoon doen hoor. En dan stond ik weer in mijn handstandje daar op het schoolplein, in plaats van sigaretjes paffend te wachten totdat de kinderen smoezelend met elkaar zo roddelend. En dat vond ik mooi wat je zoon daar op een gegeven moment over zei. Die zei van, mijn vader die handstands aan het doen was op het schoolplein, die werd vergek verklaard voor mensen die onder een busafkapje sigaretten aan het roken waren. Ja. En wie is er dan goed bezig? Die mensen die onder dat afkapje staan met de sigaretten of de man die de kinderen aan het lachen brengt? Ja. En dat kwartje was ook bij hem gevallen. En dat vond ik wel mooi dat hij dat... Ja, daar is wel een tijdje overheen gegaan hoor. Want ja, de public opinion, dat werkt wel door in de mensen. Mm-hmm. Ja. Maar kijk, daarvoor zijn wij er. Mm. Wij zijn pioniers. Mm. Wij zijn avonturiers van het leven en we brengen nieuwigheid naar binnen. Ja. Een beetje opgelucht ademen voor de mensheid. Ja. Dat is wat wij brengen. Ja. En hoe we dat nu doen, maakt niet uit, linksom of rechtsom, we komen er. Hmm. Want wij gaan onze doelen verwezenlijken omdat we in dat gevoel geen grens kennen. En zolang dat er is, blijven wij ondernemen. Ja, mooi. Dus vanochtend was ik aan het trainen met mijn trainer en ik vroeg aan hem van, goh, als ik weer mijn vraag zou mogen stellen, welke vraag zou ik moeten stellen? En hij zou, het eerste wat bij hem opkwam was, wie zijn jouw leermeesters geweest? Van wie heb jij geleerd? Dus je bent echt vanuit de praktijk, ben je een man zeg maar, niet vanuit de praktijk of vanuit jezelf, maar er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn van wie jij hebt geleerd. Ja, nou, de grootste leraar is de kou. Datgene wat ik echt wilde vinden, na het lezen van tientallen, misschien wel honderden boeken, ik snapte er helemaal geen knoert van, geen reet van. Ik snapte het niet. Ik kon het niet terugvertalen in een gevoel in mezelf. Ze hadden het over verlichting op 10.000 manieren. En kung fu, de perfecte beheersing van het lichaam enzovoort. Maar ik ging die kung fu in. Ik ging die yoga in, de esoterisme, boeddhisme, hindoeïsme. Heel veel talen geleerd en... enzovoort. Maar het echte diepe gevoel, dat kon ik, die diepte waarvan ik dacht, voelde, ja, ik mis iets, maar ik weet niet wat het is, heb ik daar nooit in teruggevonden. Totdat ik het koude water tegenkwam. Een koude water is een keiharde leermeester, maar is wel rechtvaardig. Ja. Zodra je dat beheerst, ga je anders ademen. En adem is eigenlijk alles. En daar heb ik alles geleerd en dan kon ik wel de hele nacht bijvoorbeeld zo'n macht uitoefenen over mijn eigen lichaam. In korte broek buiten, midden in de winter, gewoon verblijven. En dan krijg je een ander besef. Je deconditioneert het lichaam, dus je hebt een dieper vermogen, maar je geest gaat ook reconditioneren. Die kent de vrijheid van de macht over het eigen lichaam, dat er geen grens is. Nou, en die niet grens hebben, geeft een onmiskenbaar, onoverwinnelijk gevoel. En ik denk dat kan elk een mens kan dat leren voelen. Dat pure spiritualiteit is. Spiritualiteit is bewustzijnsverruiming, oftewel gevoel. Maar niet ver weg, of in een boek. Oh, Deepak Chopra, oh, de Maharishi, oh, de Bhagwan, oh... Jezus, Christus, en weet ik wat, allemaal ver weg, mm-hmm. Dan hoef jij het niet te doen. Mm. Just go with the flow and get deeper. Dus eigenlijk het zoeken naar een guru of naar een leermeester is bijna uitstelgedrag. Ja. Ja. Ik zei het vroeger wel eens, boe! De guru is in you. Ja. Niet bang zijn voor de guru die in jou zelf zit. Ja. Guru betekent de preceptor of life, die licht brengt. Nou, dat ben je zelf. Mooi. Iets heel anders. Je hebt Damian leren kennen in de Pyreneeën. Volgens mij was de eerste keer dan dat jullie elkaar... als je Damian zou schetsen, of als je het over Damian zou hebben... Je staat vanavond in de kroeg, ben je met iemand een biertje aan het drinken... en dan vervolgens kom je over Damian en je zegt... Ja, ik heb hem leren kennen in de Pyreneeën en ik ben vorige week of eergisteren... ben ik nog met hem uit Tanzania gekomen. Wat vertel je dan over hem? Ja, een soort Astrid. doorzetten. Een intelligente jongen, een sneldenker, associatief in zijn vermogen. Ja, hij is gewoon een fan maken en maakte ook muziek, net zoals ik. Ja. Dus ja, we vinden elkaar op heel veel terrein. Ja. En vooral de bright mind, daar hou ik van.
die mensen die durven verder te kijken, komen verder. Hmm. En die intelligentie die daar heerst, dan het kortzichtige, maakt mensen intelligent. Want de echte intelligente man of mens is degene die gelukkig is. Hmm. En daar is je goed mee bezig. Ja, precies. Dat snapt u wel. Thanks. Ja. Dat is mooi. Ja. Voor jou nog, wat zijn jouw grootste leermomenten geweest op de Kilimanjaro? Mijn grootste leermomenten zijn geweest dat het besef dat je met een groep heel veel kunt bereiken. Ja, echt op het moment dat je de connectie zoekt met de mensen om je heen en je gaat daar samen, ga je daar één uitdaging van maken. Dan komt er een soort van kracht vrij, ja, waar je eigenlijk op meezweeft. Dat heb ik ook in die mastermind ervaren van, hey, ja, je deelt gewoon dingen met elkaar. Maar daardoor kom je op hetzelfde, ook op hetzelfde niveau met elkaar en dan ga je gewoon samen. Dat is een heel belangrijke les geweest. Twee is keep breathing. Heel praktisch gezien, maar ook in het dagelijkse leven is het gewoon goed om even tot jezelf te komen en te kijken wat gebeurt er nu allemaal. En eigenlijk tot de conclusie te komen, oké, alles is goed. En je gaat weer verder. Dus dat zijn een soort van checkmomenten. Op de berg was dat heel concreet. Van ademhaling goed. Mijn plas is nog steeds wit. Voel ik me lekker? Ben ik positief? Ja, oké, mooi. Gewoon doorgaan. Focus op het proces. En nog even, dus met mijn plas is nog steeds wit. Bedoel je van, ik heb voldoende vocht tot me genomen. Ik ben niet uitgedroogd. Ik ben niet uitgedroogd. Nee, precies. Oké, vertrouw erop en verder. Ja. Focus op het proces in plaats van op het doel, want die top van die berg was echt nog fucking ver weg op een gegeven moment. Ja. En je begon het al zwaar te krijgen. En toen dacht ik bij mezelf van, nou gewoon oké, volgende stap zetten. Ja. Dat is het enige wat ik hoef te doen. Ja. En die kleine stapjes die je daar aan het zetten was ook een hele grote les. Van gewoon zo heel veel kleine stapjes blijven zetten, blijf die kleine stapjes zetten. En dan komt het allemaal wel goed, weet je. Als jij je kleine stapjes blijft zetten op de weg naar hoog, ja, dan is er geen reden. Kom je tot een super geslaagde onderneming wat dit is geworden. Ja. En die kleine stapjes, dat zag ik ook. Ja. Kijk, de overall onderneming, je zag het niet meer. Dat ding, dat bleef maar zo ver weg. Ja. En het werd alleen maar verder, omdat je steeds vermoeiender werd. Ja. Dan ging je terug in die stapjes, in die kleine dingetjes. Ja. En dan hervond je jezelf weer, je power hervond je weer. En inderdaad, het komt alleen maar dichterbij. Ja. Soms krijg je te maken met de trickery of the mind. Hè? Ja, ja. En daar kon je van leren. Want in ondernemen, want dit was een geslaagde onderneming, by the way. In het ondernemen lijkt mij dat het hetzelfde aan de gang is. Ja. Je hebt een doel, een visie. En dan lijkt het zo ver en zoveel tegenkrachten komen allemaal naar binnen. Ga dan door op die kleine stapjes richten. Dat doel is toch al lang uitgezet. Ja. Dus zet hem uit dat ding en just go. Ja, ja. Hervind je kracht en dan uiteindelijk heb je een geslaagde onderneming. Ja. Even ademhalen, kijken wat zijn die kleine stapjes. Oh wacht, dat zijn de stapjes en je gaat weer gewoon weer verder. Ja, concentreer maar op die ademhaling. Want ademhaling is natuurlijk... Ja, zonder ademhaling is dat niet. Nee. Nou, gaandeweg zo'n bergklim gebeuren er natuurlijk allerlei evenementen die je kunnen afhalen van je concentratie, van je focus en van je uiteindelijke doel waar je mee bezig bent. Ik weet nog goed, we kwamen op 3700 aan en een van de sterkste gasten in de groep, echt een heel goed getrainde jongen, die had het op dat moment gewoon niet meer, die kwam niet meer verder. En de impact van zoiets op een groep, dat een van je wolven van het pak, zeg maar, en een van de sterkere wolven besluit, maar eigenlijk gewoon echt niet meer kan. En waar eigenlijk een check hadden gedaan, was de hoogteziekte? Nee. Was de zonnesteek? Nee. Was de andere dingen? Nee. Dus puur mentaal vermogen wat op dat moment niet toereikbaar was om die stap te gaan maken. Dan doet dat wat met zo'n groep. En dan moet je daarop gaan reageren van, hé, wat is er nou aan de hand? En dan voor mezelf helpt het, oké, toch weer teruggaan met waar je mee bezig was. Waar ben ik mee bezig? Dat zijn weer die kleine stapjes zetten en het blijven ademhalen naar het gebeuren. En omdat je wist dat je een goed einddoel hebt, kon je dat ook laten gaan. Van, oké, we laten het verder, we doen het ook voor jou.
En stel dat je bijvoorbeeld een ruzie hebt of een factuurtje wat niet uitkomt, dan denk je ook van oké, laat het, het is niet belangrijk. Ik ben bezig met de missie op dat moment. Ja. Eén na laatste vraag. Als je kijkt, we hadden het over magische momenten natuurlijk. Ja, ik wil eigenlijk nog, we hebben via de groepsapp van onze mastermind, een heel bijzondere videootje heb je opgestuurd. Ja. Wat mij natuurlijk vond ik fantastisch en ook ontroerde natuurlijk. Kun je een klein beetje uitleggen van, als we het hebben over events. Van de dingen die jou is overkomen of jullie is overkomen op de Kilimanjaro. Ja, tijdens het beklimmen van die berg, wat ik samen met mijn vriendin vooraf had besloten dat te gaan doen. Althans, ik had een ticket gekocht naar de Kilimanjaro en ik had dat Veri nog niet verteld op dat moment. En Veri had een jaar... Stoute jongen. Soms moet je wel eens stout zijn in het leven, Wim. Dus, ja. En ik had dat ticket dus gekocht. En ik had de aanname van, dat vindt zij ook wel tof. Nou, dat was dus een verkeerde aanname geweest op dat moment. Want zij zat helemaal niet te wachten op zo'n grote uitdaging op dat moment. Het jaar ervoor had ze wat moeilijkheden gehad. En ik dacht van, nou, dit is wel een mooie uitdaging om dat definitief vaarwel te gaan zeggen aan die soort probleempjes. En onderweg naar de top, dat was eigenlijk een heel traject was daar aan vooraf geweest. Van, ga ik mee, ga ik niet mee, ga ik wel mee, ga ik niet mee, ga ik wel mee. En dan was het ja, ik ga mee, ja, ik ga niet mee, ja, ik ga mee, ja, ik ga niet mee. Dat was lastige periode, of tenminste lastige periode in die zin, een periode waarin de twijfel echt heel erg aanwezig was om dat te gaan doen. En aan het begin had ik daar zelf nog een soort van boosheid over, van ja, waarom ga je er niet mee? Maar 2 weken later dacht ik van ja, what the fuck heb ik gevraagd van iemand? Dat kun je niet zomaar vragen van iemand dat die meegaat naar de top. Dus toen ze uiteindelijk besloot van ja, ik ga mee, was ik daar al ontzettend trots op. En toen waren we op 700-800 meter voor de top, ongeveer 4 kilometer voor de klim. Hoe lang was je toen onderweg? Toen waren we al, even kijken, toen waren we al 30 uur onderweg. Niet 30 uur, waren we al ongeveer 24 uur onderweg. Ja. En op dat moment keek ik even naar boven, want Veri die liep voor me op dat moment. En die was zo'n strijd aan het leveren. En die ging er gewoon echt zo vol voor. En ja, dat vond ik zo'n gevoel van vertrouwen en kracht en alles wat daarbij kon kijken. Dat ik echt helemaal overwhelmed was geraakt van wow, deze vrouw die gewoon aan mijn zijde staat. Die heeft zoveel power in zich en ze is zo knap en ze is zo lief. En ja, daar was ik echt hevig van onder de indruk en trok mij ook echt de berg op omhoog. Ja, en toen zat ik te denken, ja, de enige manier om dit gewoon te vereeuwigen en dit moment te verankeren is om het ten huwelijk te vragen. Dus dat idee speelde in me op en dat is zo'n positief idee, weet je wel. Van, hé, wat leuk om iemand daar op die top ten huwelijk te gaan vragen. Dus ik kreeg een big smile op mijn mond en ik zweefde eigenlijk naar boven die laatste meters. En toen kreeg Veri, net voor de top kreeg ze ontzettende emotionele bui omdat ze hoogtevrees had. En ze was echt in tranen van ja, ik ga niet meer verder en ik zie het niet meer zitten. En op dat soort hoogte is dat ook niet verstandig om dat soort emoties te uiten. Want je moet op je ademhaling blijven focussen, want anders krijg je echt gewoon tekort. Maar toen, ja, met wat support van mij, maar vooral van die dragers, die hadden er naar boven geholpen. En op een gegeven moment zag ik er weer vooraan lopen. Ik denk, hoe is het mogelijk? Ja, en toen op de top, toen schoot ik zelf helemaal vol op dat moment. En iedereen was bezig, kom, we gaan weer naar beneden. Ik zei, nee, we gaan nog niet naar beneden. Een belangrijk punt. Ja, toen heb ik er ten huwelijk gevraagd. Ik dacht dat ik een heel verhaal had verteld aan haar, maar het waren maar 2 zinnen. En ze zei gelukkig ja, dus ja, ontzettend ongelooflijk moment voor me. Ja. Super. Ja, ja, ja. En jij was erbij? Ja, ik was er zeker bij. En iedereen brak toen. Ja. Iedereen plengde zijn of haar tranen. En dat was gewoon een ultiem moment.
Ja. Maar had je je vrouw dus al meer in een nieuw avontuur getrokken? Ja. Precies. Dat wel, goed gedaan. Goed ondernomen. Ik ben blij dat ik niet met jou getrouwd ben. Ja. Oké, mooi. Laatste punt. Je bent echt een man met een missie. Je wil de wereld veranderen. En je doet fantastische dingen. Baanbrekende dingen. En je kunt het niet alleen. Weet je? Dus, zo het is. En er kijken veel mensen naar deze video. Wat zou voor jou waardevol zijn dat, als je hiernaar kijkt, wat zou voor jou waardevol zijn als iemand hiernaar kijkt om jou of jouw missie te supporten? Nou, jullie zijn allemaal ondernemers en je weet hoe dat gaat met sponsoring en dergelijke. Wij helpen de mensheid, we helpen zingeving, we helpen de spiritualiteit in elk mens. De gedrevenheid, durf, voorbij de angst. Ik denk dat we heel goed met elkaar eens kunnen samenwerken. Let's go. En wat is je website? Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie? Innerfire.nl. Oké. Dus innerfire.nl voor meer informatie over Wim en natuurlijk de Wim Hof methode. Fantastisch dat je de tijd hebt kunnen nemen om hier te zijn. Plezier. Waardeer ik enorm. Voor jou precies hetzelfde natuurlijk. Ach, ook mooi dat je... Ja. Dat je... Hij had het steeds vol lof over je. En okay. Hij vertelde dat van die baas en zo. Ja. En ik dacht, dat is een leuke baas. Ja, precies. Dus enorm bedankt en blijf doen wat je aan het doen bent. Yes, ik zal het zeker, met z'n allen gaan we het zeker supporten. Dus alle succes ermee. Ja, en als dat in de toekomst met Branson? Gaan we regelen. Ja. Ah! Heerlijk! Ja. Cool. Mooi man, dankjewel. Yes. Ja, super. Top, man. Yes. Wim. Ja. Hak. Super. Hey, super man. Super. Oh. Daar gaan we. Nou voel je met de. Nu kunnen we rollen hiermee. Yes. Ja. Moet je altijd doen. Schattie, het is echt fantastisch dat we al 5 jaar lang hebben en wat we deze 2 dagen hebben gedaan. Laat ook echt de kracht van jou zien en dat we samen echt alles aan kunnen. Samen kunnen we gewoon echt alles aan en dit is echt een super prestatie wat we allebei hebben gedaan. En laten we het tegelijk maar een bijzonder moment van maken. Doe je met me trouwen? Jezus! Wow! Kanjes! Wow.